Na het fase zijn oude club RKC een rode kaart. PSV en Feyenoord doen wat het moet doen in de Eredivisie. Terwijl Ajax hele zure punten laat liggen. Het is een nieuwe supportershome dit weekend. Ik heb er iets minder zin in als de rest. En dan ben ik natuurlijk weer met Jeffrey, Camille en Mitchell. Boys, hoe was jullie weekend? Lekker. Nou, lekker. We gaan de vraag even terugstellen, gast. Hoe was jouw weekend? Zo makkelijk openen dit natuurlijk voor jullie. Ja, jullie hebben hier echt naar uitgekeken. Ik merk het aan alle kanten. Ja, mijn weekend over het algemeen goed totdat Ajax moest voetballen. Dat waren echt lange 90 minuten die pijn deden. Oh, pijn. Ja, 90 minuten waren denk ik nog oké. Toen die 4 minuten daarna, dat zal wel iets minder leuk zijn geweest. Ze stonden gelijk tot heel lang. Ik weet niet of die dat heel lekker vond. Ja, mis, je had hem wel bijna, gast. Ik had hem bijna. Je had hem bijna. Oh, jij wel. Maar eerlijk, Mitch, eerlijk. Dit was wel beter. Geef toe. Dit was wel beter. Dit was beter. Dit was helemaal niet beter. Nak Europa iemand? Nee. Ja hoor, stuur ze maar één. Ajax terug. Nak één. Nee. Ik wou deze wedstrijd voor het laatst bewaren, maar jullie willen duidelijk met deze wedstrijd beginnen. Dit is de wedstrijd van 102. Ja, we moeten het hier ook wel. We hebben hem allemaal fout voorspeld. En Mitch zei het dus al, hij kwam het dichtst in de buurt. Ik was blij geweest op het eind als jouw voorspelling nog uitkwam. En maar dat ik dat moet zeggen, dat is echt kut. Wij hebben Mitch gewoon compleet uitgelachen. Gewoon. Ja, dat is echt bizar. Ja. We hebben hem compleet uitgelachen. Ik hoorde nog iemand zeggen, ik weet niet, volgens mij zit hij in een rood Almere shirtje toevallig, dat het de grootste uitslag van Ja, ja, dat ook. Ja. Ik zeg niks. Dat is wel de kenner hier. Ja. Onze analist uit Almere. Nee, maar je voelt het ook gewoon iedere keer aankomen eigenlijk, die tegendoelpunten. Met de momenten dat NAC aan het druk zetten was. En Ajax aan het klungelen. Ik schrok echt van het niveau, man. Ik steun een beetje wel heus wel van Rioli en dat hij tijd nodig heeft. Maar zijn roulaties, hoe hij roleert met spelers op het moment. Door met zo'n compleet B-elftal in het begin van het seizoen. Ook al hebben we die wedstrijd tegen Panathinaikos in de benen. Je moet niet nu al zulke risico's gaan nemen in deze fase van het seizoen. Treed gewoon zo sterk mogelijk aan. Kan mij de kant wat schelen als wat jong spelers wat beter wedstrijdfit zijn of zo. Of iets minder vermoeid ogen. Het is zo belangrijk nu je punten te pakken. Wanneer het kan helemaal tegen fucking promovendus NAC. Ik kan daar echt pissig om worden. Maar je komt zo warrig over. Weet je, normaal zie je wel een beetje richtlijnen van. Goh, hij gaat een beetje, dat is een beetje de basis spelen. Dat is een beetje de basis spelen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen. Ik heb Ajax nu, 4 keer gezien of zo. Maar het lijkt wel of daar gewoon totaal geen vastheid in zit of zo. Ja, natuurlijk, weet je, misschien de keeper, weet je, dat is misschien van hem duidelijk, maar de rest? Ja, maar het was nu ook gewoon, ik weet niet of ik het aantal precies goed had, maar 8 wijzigingen in de opstelling? Of, ja. 8 wijzigingen, dat is veel! Dat is echt veel! Je kan ook echt geen vastigheid creëren als je zo gaat zitten wisselen in je opstellingen, in je basis zelf. Ja, selectie. Ja, die van donderdag ook in de benen natuurlijk. Hè. Was het ook 34 strafschoppen? Ja, dat klopt. Verlenging, weet je? Klopt. Ik bedoel, er kunnen de meesten niet heel veel moe van geweest zijn, want die vangen er ook op. Even serieus, laten we het hier even snel bij kwamen. Maar kijk, een Henders. Die Bengals komen nog op terug. Laten we Panathinaikos. Daar komen we na de Eredivisie-wedstrijden. Wil ik daar nog op terugkomen. Oké. Weet je wat is? Ik heb echt. Dit is echt zeldzame tijd die ik gespendeerd heb aan Nederlands voetbal kijken. En het is ook echt gewoon. Ja. Ik zie direct waarom ik het niet meer hoef te kijken. Het is echt om te janken. Weet je wat het probleem is? Je ziet ze al van mijlen ver aankomen. Hè? Dat maakt gaan scoren. Je ziet het van mijlen ver aankomen. Die eerste goal die dan net buiten spel valt. Ja.
Het is gewoon niks. En dan 2 minuten later krijg je nog een keer tegen. Dat kan toch niet? Nee, klopt. En dan krijg je een waarschuwingsschot. Nou, zullen we dan even iets meer focus tegen doen? Nee. Ik vond het niveau van Ajax echt dramatisch, hoor. Maar ik vond het echt de aanval. Vooral de aanval was het slecht. Dat ze gewoon... Op momenten stonden ze stil met die bal. Er was geen beweging. Ja, er was geen beweging voor hem. De Ajaxide. Nee. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, nou, niemand beweegt. Ik heb 2 meter afstand of zo. Ik lop die bal wel eroverheen in de 16. Maar zoals dat doet hij niet. Dan probeert hij weg te dribbelen. Ja, voorin was het... Dan eruit. En dan gaan ze wel voorzetten lopen gooien. Ja, die gaan ze binnenkoppen dan. Dan is je sterke spitsers weg. Dat was ook inderdaad... de keuzes waren apart. Ik zei het tijdens de wedstrijd ook al. Over een of andere middenvelder... Uit Engeland was hij gekomen, Henderson, daar vind ik het zo apart van. Kijk, hij heeft dan in Engeland gespeeld, inderdaad. Hij heeft daar zoveel wedstrijden in de benen gehad per seizoen. En dan kan hij hier niet na Panathinaikos even nog aantreden tegen NAC. Vond ik ook apart. De Champions League hebben gespeeld voor Liverpool als captain. Ja. In Nederland. En dan mag je niet eens spelen tegen NAC Breda. Dan ben je daar niet fit genoeg voor, omdat je een Europa League potje hebt gespeeld. Dat is toch niet best? Dat is toch echt niet best? Dat slaat er nergens op. Hij is natuurlijk dan wel op leeftijd, maar... God, Tadić speelde letterlijk alles onder Ten Hag. Alles. Ik bedoel, in Engeland spelen ze de meeste wedstrijden in alle leagues, volgens mij. Ja, je hebt dan 20 verschillende bekers, Zuid-Afrikaanse en whatever. Die spelen wel, dit is een 5-6 wedstrijd, hoor. En dan kan Henderson niet even 2 wedstrijdjes in een week spelen. Ik vond dat ook absurd. Want de keuze van Henderson vond ik heel apart. Sowieso moet je sterkhouders altijd spelen. En dat is hier gewoon niet gebeurd. En Bergwijn dan? Bergwijn. Waarom zit hij op de bank? Ik bedoel... Toch niet. Die kwak sowieso hij gedaan, met ja, die, maar, die ik, hij sowieso komt hij van een mindere vorm af van vorig seizoen, dus die is sowieso niet meer echt vaste basisklant, omdat Gods, daar zijn ze heel hoog van binnen in Ajax, dat weet ik wel. Heeft dus zin in de vorm, maar hij scoorde 3 tegen Almere. Heeft zonder dollar. Gaan we die weer pakken? Dat hij daarmee nou weer zijn plekje in Oranje voor kreeg. Dat gaan we het niet over hebben. Maar met alle respect. Even zonder grappen. Iedereen schuift er toch 3 in tegen Almere. Ja, kom op. Ja. Ik kom er zo bij. Als je als Bergwijn zijnde gewoon... Als stadion wordt gewoon achter Gods gezet... Dan weet je toch wel dat het wel een beetje einde van alles is. Want ze willen natuurlijk Bergwijn wel gaan verkopen bij een goed bod. Want we hebben geld nodig natuurlijk. Maar dan zou je ze toch ook nog wel moeten spelen om hun marktwaarde enigszins omhoog te houden. En een Bergwijn zou tegen NAC vast wel wat kunnen, mag ik hopen. Ja, maar je hebt het gezien, het zag er niet heel denderend uit. Nee, dat is waar. Maar ik denk dat hij nu... Als je hem zo nou laat spelen, dan gaat zijn marktwaarde er ook alleen maar... Naar beneden. Ja, ik denk dat sowieso in het huidige Ajax dat Bergwijn niet echt motiveert. Als hij dan ook nog eens van de bank moet komen, dat hij dan al helemaal gaat slenteren op het veld. Alsof hij er geen zin in heeft. En dat gebeurt ook nu eigenlijk. Dus ja. Ik zie letterlijk nog berichten. Kom op, ik zie letterlijk nog berichten. Hij zat gewoon letterlijk te gapen op de bank gewoon. serieus. Ja. Heel veel Ajax, die historisch is helemaal de tering aan gewoon, hè. Ja, het is dus ook een oud aanvoerder geweest, dus eigenlijk op papier, hè, voordat Henderson kwam en die band over. Ja, maar maat, kom op, je kan toch denken van, yo, what the fuck. Ben je, Bergwijn, ben je in zijn PSV-tijd, was een best leuke speler. Ja, bij Tottenham deed hij dan nog oké-ish. Precies, ik denk van, kom op man, maar laat het ook even zien van, ik ben er wel. Maar dat straalt er ook niet echt af of zo. Ik bedoel, als je hem in het veld ziet lopen, daar word ik niet bepaald van. Daar snap ik aan de ene kant voor nu de keus voor Gods wel. Hij laat wel meer zien. Hij wil wel voetballen. Alleen je moet natuurlijk niet te veel verwachten van zo'n jong knaapje, alsof hij dit Ajax gaat zitten. Maar ik bedoel gewoon puur de man Bergwijn. Ik bedoel, ik ben met Jane zo. Nee, zeker niet. Dan wil je gewoon achter de godschap parkeren. Maar ik zou me dan echt bij mezelf gedenken. Ja, maat, maar dit laat ik mij toch niet gebeuren. Ja, dit kan toch niet?
Ik snap ook niet dat er niks binnenin hem gaat branden, als het ware, om even te willen vlammen. Dat snap ik ook gewoon echt niet. Precies, hey, maar, weet je wel. Zo'n gast parkeer je toch gewoon lekker bij de tweede helft voor 3 weken? Dat is helemaal kapitaalvernietiging. Als je dat gaat doen, als er een goed bod binnenkwam, sorry. Hey, strikje erom, toedeloe, hè? Ja, ze hopen op Saudi-Arabië of zo. Die ik zou gewoon op dit moment gewoon voor elk aannemelijk bot-event wegdoen. Misschien zelfs voor elk bot dan ook. Want hij is ook een grootverdiener. Ja, het gaat hem nu niet eens meer om het geld, maar om de personaliteit die je binnen de club brengt. Wat voor cultuur breng je daarmee? Dan heb je de passie van Farioli en dan heb je vervolgens zo'n vent eraan zitten die vervolgens niks toevoegt. Geen energie erbij heeft, geen drijfveer. En dat gedrag snap ik niet. Als je als Bergwijn zo wordt geparkeerd, je zit op de bank tegen NAC, ouwe. Tegen NAC. Nee. Even, ja, weet je nou... Oké, met alle respect naar NAC, maar ik bedoel, kom op, man. Ik bedoel, dat kan toch niet? Maar dat accepteer je toch niet? Premier League. Ik bedoel, dat kan toch... Dat is een beetje hetzelfde type Henderson-verhaal. Een paar jaar geleden speelde hij gewoon... Ik weet niet. Ik bedoel, dan kan je er toch nu niet zo bij... Maar hij voelt hij zich te groot voor Ajax of zo? Wat is I don't know, man. I don't know. Ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat het is. Aan de ene kant ben ik blij dat Bergwijn niet loopt te muiten. Want dat zou voor de interne sfeer in Ajax zelf ook niet echt goed zijn. Als hij nog zou lopen mieperen in de pers of zo voor speeltijd. Ja, maar je weet niet wat hij achter de deuren doet, dus... Ja, Mickey, dat weten we ook niet. Vraag jij jou. Ja. Hoe denk jij na deze week over Brobby? Hij is geen penalty-nemer. Ja. Want heel Amsterdam, ik hoorde... Brobby. Nou, daar kwam de man erin. Omdat hij vorig seizoen in echt nare omstandigheden... wel gewoon goede dingen heeft laten zien. En om nu meteen af te schrijven na een penalty-reeks... en na 1 wedstrijd die hij nu vanaf de basis startte dit seizoen... ga ik ook weer niet doen. Hij moet ook gewoon vastigheid, denk ik, even speelritme goed opbouwen. Gewoon meerdere wedstrijden achter elkaar. En dan kan je een oordeel gaan vellen van... gaat hij passen in het Farioli-systeem of niet? Maar om daar nu woorden aan vuil te maken, ga ik niet. Is nog te vroeg. Vind ik wel. Ja, is nog te vroeg? Ja, dit was zijn eerste basisstart eigenlijk. Dus ja... Ja, heel eerlijk, ja, weet je, ik kijk het van afstandje naar, maar ja, weet je, Brobby is geen kleine speler, of zo. Nee, wat dat betreft, je zou wel verwachten dat hij tegen promovendus er eentje in prikt, of twee. Personeel, weet je, het is wel een, weet je, ja, het is geen dat kleine is het ding naam, ook nog wel met Brobby nog altijd, hij heeft zijn moment dat hij het goed laat zien en dan zakt het weer in. Hij is nog niet consistent genoeg over een heel seizoen, dus ja... Dat hij soms wordt gelinkt aan clubs, was er een tijd terug dat hij gelinkt werd aan Arsenal zelfs, is hij nog lang niet voor klaar. Nog langer niet, nee. Dus laat hem nog maar wel hier in Nederland blijven, maar hij moet zeker wel even een tandje bijzetten. En dan echt gaan laten zien van, dat het een Ajax-spits is, die doelpunten kan scoren. Het is wel een goede dreun hoor. Hey. Oh. Dat is ook een ding. Denk je dat hij een Ajax-spits is? Hij kan wel goed meehelpen in de opbouw. Hij is wel balvast en hij weet wel met zijn kracht die bal vaak in bezit te houden. Ja, wordt het lastig om er goed uit te zien. Echt type Ajax-spits is, dat is het meer. Want het is laat ik het zo zeggen, er zijn nog altijd die walen van Weghorst. Hij is meer het type Ajax-spits als Weghorst, dat wel. Ja, dat wel. Maar weet je, die fluwele Ajax-spits, om even zo te noemen, van vroeger. Met een Kluivert en Huntelaar. En zo kan ik er nog wat tegen gaan opnoemen. Oh, Van der Vaart. Dat Suárez. Is spits, maar Suárez, inderdaad. Ik weet niet, het ontbreekt sowieso aan Nederlandse topspits op het moment, vind ik. Nederland heeft heel veel goede verdedigers op de wereld rondlopen in de voetbalwereld. Maar echt de topspitsen zijn er op het moment weer niet. Oh, de Van Persies, de Van Nistelrooys, Makai zelfs. Wat een oranje bankzitter was, maar basisspeler bij München. Het moet nou niet bepaald een Nederlander zijn. Het moet gewoon een spits zijn die meer in het Ajax-plaatje past dan een speler die je met de rug naar het doel zet. En die je hoge ballen moet geven. Ik heb niet altijd het idee dat het echt gaat werken bij Ajax. Nee, alleen hoge ballen is het ook zeker niet. De Kluivert was ook niet een spits waarop je alleen ging voorzetten.
Nee, maar daarom zeg ik, Brobby die kan ook heel goed kan hij met de bal aan de voeten, als hij zich omdraait met de rug naar de verdediger en gewoon naar achteren loopt. Hij zou de potentie kunnen hebben, hij heeft de lichaamskracht, als het allemaal gewoon nog net iets soepeler aan de bal kan worden, dat hij wat makkelijker van zijn man kan wegdraaien en dat hij ja, wat minder lomp oog. Hij had vorig seizoen ook een tijdje dat hij na ieder schot op de grond viel. Dat heeft hij gelukkig niet zo vaak meer, gebeurt nog wel eens, maar op dat gebied moet het nog aan hem geslepen worden en is er zeker ruimte voor vooruitgang, dat zeker wel. Is er potentie in hem? Ja, dat denk ik wel. Nou ja, hij is ook nog jong. Gaat zien, man. Hebben jullie nog verder iets te zeggen? Ik heb nog wel één. Uit deze wedstrijd blijkt dat die voorbereiding niks voorstelt. Ik vond Fitz Jim goed in de voorbereiding. Viel echt door de man tegen NAC. Maat, wat leed die veel balverlies. Nou, was ik blij om te zien dat die vent die kon voetballen. Maar dan begin je over een Fitz Jim. Maar ik heb ook wel mijn mening klaar over die Taylor, hoor. Hey. Taylor, ja. Maat, dat kom op. Dat voelt ook alsof hij onderhand 5 jaar al in Ajax 1 speelt. Zonder dat hij echt grote stappen zet. Dat is het ding met Taylor ook. Dat gaat net iets te traag bij hem. Die had verder moeten zijn onderhand met zijn ontwikkeling, Kenneth Taylor. Dat is echt een Mitch opmerking. Maar echt, wat gewoon... Het is om te janken, die gozer. Echt. Hoi. Ja, hij zit er altijd op te janken, dus maar, daarom gebruik ik hem nu. Maar dit zijn toch gewoon feiten? Dit is toch niet specifiek een opmerking? Het is toch waanzinnig. Inderdaad, het is net of die man die staat op een rolband en dan gaat maar door. Dus daar zit niks in. Nee. Ik denk ook echt dat Ajax zijn plafond is. Ja, maar dat is echt niet specifiek Taylor waarbij het echt gewoon op zijn gemak, zucht gaat. Dat is, kerel. Wat ik gezien heb net tegen NAC, zag echt, ja, waar iedereen ziet eruit alsof ze maar een beetje, ja, ik speel bij Ajax prima, ik ga wel een makkie voetballen. Ik denk serieus, als Ajax geen versterking had, dan gaan ze daar weer zo'n heel zwaar seizoen krijgen, man. Ik denk dat alle spelers allemaal hetzelfde idee hadden van, we zijn Ajax-ieder, we lopen makkelijk over de NAC heen. Ja, nee, misschien als dat idee wel, geen idee. Maar dat lijkt me, Farioli lijkt me wel iemand die dat eruit praat. Ja, maar dat is ook heel kort ervoor. En helemaal als je je selectie constant per wedstrijd compleet overhoop gooit, moet je het keer op keer herhalen. En als je het als speler misschien 2 keer hebt gehoord, dan komt het er echt niet zo 1, 2, 3 in. Ik ga best wel een lange tijd overheen. Ik denk dat ik meer temperament had verwacht bij hem of zo. Ik weet niet, tot nu toe vind ik het, ik weet niet. Ik heb het gevoel dat hij een beetje poeslief in de kleedkamer is. Ik moet het nog zien, man. Ze komen er niet uitgestormd in 2 jaar. Ja, die zijlijn loopt hij nog wel eens te schreeuwen, maar ja, dat... Ja. Ja, daar kan je doen alsof je het niet hoort. Ik bedoel, als er over camera's op je gericht zijn, hè? Lekker. Want ze komen er ook niet echt met pitten in de tweede helft in gewandeld. Nee, dat is zeker waar. Er zat gewoon niks in, man. Het enige leuke puntje wat Van Ajax dan in ieder geval heb kunnen zien, is dat pas weer even de aanvoerdersband kon brengen. Dat vond ik leuk. Je hebt er al te veel over. Nou, dit bedoel ik. Als dat je moment voor de wedstrijd is, dan is het klaar. Dat was ook een beetje... Daar had ik ook zoiets bij van... Wat kom je doen? Je hebt gewoon sprint van het seizoen gebroken. Pas weer. Ja. Ja, en Guy die is van held die de penalties besliste naar het pispaaltje gegaan door meteen die overtreding te veroorzaken. Wat leidde tot de vrije trap. Waarbij die ook nog eens zijn man liet lopen. Kijk, dat vind ik zo makkelijk allemaal. Hè? Maar als ze daar voorin gewoon even scherper waren geweest, was die bal niet eens naar achteren gekomen. Dus ik weet niet. Zeker. Makkelijk toch. Makkelijk. Ja, die vrije trap weggeeft is dan niet zo makkelijk een probleem. Maar dat je dan zo onzonder enthousiasme je man staat te verdedigen. Heerlijk zo'n beetje. Op zo'n cruciaal moment. Je centerback staat te slapen. Je keeper, ja, nou goed, daar heb ik mijn mond maar weer over. Want dan beginnen we daar weer over. Maar ja, het ziet er gewoon echt niet uit. Het is echt... Nee. Ja. Nou, dat zeg ik. Er zit geen pit in. Het is één grote vaardoek. Ik snap het ook niet. Hoe dat kan? Ik denk, je knalt zo'n team toch gewoon een nieuw leven in. Ja, oké, vorig jaar kutseizoen gehad. We gaan nu gewoon
tegenaan. En gewoon, er gebeurt gewoon helemaal niks. Dan kijk voor ons te vermaak natuurlijk. Ja, weet je, laten we eerlijk zijn. Het is wel leuk. Maar ja, als we puur even kijken naar Nederlands voetbal, is dat niet best, hou? Nou ja, is dat niet best? Heel die wedstrijd was gewoon niet best. Er was niks leuks aan. Nou ja, nee. NAC-fans hebben zich vermaakt, kan ik je zeggen. Dat, ja, met alle respect. Dat stadion was aan het kolken. Dat was... Qua voetbal hebben ze niks speciaals laten zien. Ja, maat, kom op. Nee, maar dat kan je niet zeggen. Als promovendus dit neerzetten tegen een team wat normaal gesproken speelt voor kampioenschap. Maar, niks bijzonders. Nee, het is een bijzonder resultaat. Ik vind niet dat ze heel bijzonder hebben gevoetbald. Ja, maar je kan ook geen topveldkwaliteit of tactisch... perfectionisme nee, zien bij een NAC. Ik kan niet wachten. Ze hebben een goed resultaat geboekt. Ja, daar speelt NAC ook. Daar spelen hun voor. Hun spelen echt niet voor mooi voetbal. Die willen gewoon punten sprokkelen. Dat begrijp ik ook wel, maar ik zeg ook niet dat ze goed gevoetbald hebben. Want hebben ze nee, oké. Okay. Ja, ik vind op hun manier op zich misschien wel. Het klopt wat je zegt. Ze hebben precies gedaan wat ze moesten doen. Dat klopt. Ja. Maar ze hebben ook geen goed voetbal neergezet. Nee, okay. Daar voor iedereen dit Eigenlijk, op papier had Ajax er gewoon overheen moeten gaan. Wij gaan de toekomst in spanning... Ja, we willen lossen. En dit heeft je de kop gekost. Wij gaan er wel even overheen. Voor mij is het nee, dat zeg ik achteraf nog steeds. Gewoon op papier hadden we eroverheen moeten gaan. Maar goed, we gaan het allemaal in spanning afwachten. Want we zijn al 20 minuten over Ajax aan lullen. Editor, throwback to Rick vorige week. Wij gaan echt niet verliezen voor fucking nog. Oh ja, oké. Okay. Ja, die moest nog gezegd worden. Ja, we gaan eens even door naar de volgende wedstrijden. In Sittard is er gespeeld. Fortuna Almere 3-0. Door Fortuna. We hebben iemand hier zitten in een Almere shirtje. Er was natuurlijk in de tiende minuut, ongeveer in de tiende minuut, was er wel de aanvoerder die eraf ging. Met wat pijntjes, volgens mij. Was dat een van grote invloed of was dit sowieso een gedane zaak geweest ook met de aanvoerder? Wat is daar aan de hand? Poku had hem vervangen. Dan ga ik heel simpel zijn. Ik moest werken, dus ik kon het niet zien. Dus ga ik lekker aan Jefko overlaten. Ja, ik heb helaas die wedstrijd gezien. Met een nadruk helaas. Ja, voor Almere kant, jongens, echt. Ik zweer dat je alle Almere fans, echt waar. Ik hoop voor jullie, net als het verhaal van Ajax, daar moet wat bij. Daar moet echt wat bij. Ja, van welk geld gaat Almere dat doen? Heeft Almere een budget? I don't know. We doen praktisch alles doen we met gratis transfers. Nee. Ja. Dus bij deze reddeloos verloren volgend jaar gewoon de Nee, maar even zeggen. Maar ik heb wel echt genoten van Fortuna, man. Met name die Halilovic. Halilovic, ja, oud Barca-talentje. Die is wel een beetje daar aan het samba spelen. Die is lekker bezig, hoor. Ik zag het in de samenvatting. Die is zich wel is een beetje... Bezig. Zou die zich nog in de kijker spelen voor een transfer deze maand? Nee. Gaat die nog... Nee, is te vroeg. Seizoen, in de winter? Nee, winter als het zo doorgaat, sluit ik dat niet uit. Want ik vond hem wel leuk spelen. Hij speelde echt leuk. Maar ik moet ook zeggen, hallo. Hey. Dat was net die goal van Mitch, help me even. Die van die voorbereiding van... Benfica tegen Feyenoord. Weet je die goal? Oh ja. Weet je wel? Dat was precies die goal. Hè? Want Halilovic die liep lekker mee. Al die Almere verdedigers liepen ook lekker mee. Hij doet even een stapje naar voren. Hartstikke idee. Heel de verdediging weg. En prik hem binnen. Ja, die dramatisch. Echt dramatisch. Ja, weet je, Almere echt. Hoe heet die oude AZ-spits? Dat was hem. Pavlidis. Pavlidis. Ja, Pavlidis. Ja. Ja, dat was precies zo'n goal die van Halilovic. En die 2-0. Hey, even serieus, dat was geen bewustzijn, man. Dat was nooit meer bewustzijn. Dat was wel een wereldgoal van die Petersen. Natuurlijk, zieke goal. Maar wat bewustzijn? Laat er achter in de chat. Daarvoor was Almere ook nog wel met een schot wat van richting was veranderd. Maar echt een zieke redding van die doelman van Sittard. Ja, die moest er even in actie komen. Nee, maar voor de rest... Ik denk dat er überhaupt maar één speler is die een voldoende had gekregen bij Almere. Dat was volgens mij Bakker. En wie is Bakker precies? Dat is de keeper. Dat is de keeper. Terwijl je naar 3-0 verliest? Ik snap ook niet waarom hij een voldoende had gekregen. Dat zag ik van VI. Die gaf de enige voldoende gaven ze aan Bakker.
Ik denk dat Bakker wel jullie beste speler is. By far. Mogen ze daar tegenwoordig drinken dan op die tv-sets? Of? Dat mag tegenwoordig. Wat dan? Oh. Wat denk je hier gemist? Ja, Bakkertje leuk, maar weet je, het is de kom op, man. Als je zo op die fiets, ja. Maar Bakker is echt duidelijk de beste speler in Almere. Dat is... dat is inderdaad een probleem, ja. Ja, dat is ook een probleem, want zijn contract loopt af aan het einde van dit seizoen. Maar Bakker, de beste, hoe zat dat dan met dat talentje van vorig seizoen, met die lange naam? Jochem Ritmeester van de Kamp. Ja, zit hij er niet meer of zo? Jawel. Wie? Jawel, alleen Bakker is by far de beste speler. We zaten nooit te schreeuwen of zo dat Jochem in Oranje of zo moest. Maar dat deden we met Bakker. Echt serieus? Vorig seizoen was Bakker echt supergoed. Ja, oké. Fair enough. Maar ja. Voor de rest, weet je, Blazen, ik hoop dat we erbij komen wel. Oh, ik ook. Nog door, Er zijn nou niet echt ook bepaald geruchten of zo van spelers waar we aan het kijken zijn. Er is één iemand die we op stage hebben gehad, maar waar we moeten wachten op januari, want we kunnen hem niet kopen. Ja, ik zie iedere dag een tweet voorbij. Ik wou zeggen, ik zie alleen een tweet, announce Mitano of zo. Mitano. Iedere dag zie ik hem voorbij komen. Dat is de nieuwe kok bij Almere of zo, of? Nee, dat is die gast van stage. Die hadden we 2 weken lang hadden we hem op stage van onze Allianzenclub in Japan. Om voorbereiden of zo. Ja, die was hier 2 weken. Die heeft 2 weken lang heel goed gevoetbald, meegetraind. En toen moest hij terug naar Japan, want we konden hem niet kopen. Nou goed, Almere moet in ieder geval ook nog wel aan de bak. Ja, we kunnen die 3-0 nog aanhalen. Was een beetje een afgedwongen geluksgoal, vond ik. Een beetje via de paal belandde hij op de voet bij Mitrovic van Fortuna. En die racht in één keer die 3-0 binnen. Maar er moet nog wat gebeuren bij Almere voor verbetering. Gaan we naar RKC tegen Groningen. Ja, ik moet zeggen, Vaas had goede reddingen wel, die wedstrijd. Ja. Hield Groningen wel te been. Ik hoorde je dat introotje. Ja, dat was op het einde. Ik heb hem hier. Gaan we zeker al terugkomen. Die wedstrijd toch? Gewoon steady wedstrijdje. Schreuders weer met een lekkere goal. Bakuna met de ogen open. Bakuna met 2 assisten. Ook die goal met Van Bergen. Prima. Al vind ik wel dat onze Tommy Van Bergen maatje. Jij mocht er ook wel 2-3 meemaken. Maar goed. Die Schreuders loopt naar 2-2, hoorde ik in de zaal. Ja, dat is het liefdespeler van het vriendin ook. Hè? Ja, denk je dat hij met de hele Eri... Je gaat niet iedere wedstrijd scoren. Iedereen laat eens wat liggen. Maar denk je dat hij dit wel vast kan houden? Een goede vorm? Ik bedoel... Laat ik het zo zeggen. We zijn nu al doodsbang voor de winter al. Als dit zo doorgaat met meneertje Schreuders, dan is nummer 14 binnenkort bij ons weer vrij. Want echt, die man, dat is... Ik denk dat AZ en Utrecht wel inmiddels de alertjes hebben klaarstaan, hoor. Dat denk ik wel. Ik denk dat jullie je echt niet zo hoeven te maken. Dat is niet omdat dan de spelers... Zijn wel echt Groningse gasten, hè? Ja, dat weet ik. Maar het is... Je hebt Dick Lukien. Dat is zo'n goede trainer. Ja, tuurlijk. We zijn blij met Dickie, hoor. Wij zijn blij met Dickie. Absoluut. Ja, ik heb echt zitten... Ik ben echt een groot fan van Dick Lukien geworden. Van wat hij bij M heeft gedaan tot nu bij Groningen. Ongelooflijk. En die man die heeft ook nog eens zo'n dikke loyaliteit. Dus ja, echt prachtig, man. Gewoon de charme van dit elftal vind ik gewoon... Ik bedoel, ik keek sinds 2003 kijk ik voetbal. Dus dat was mijn FC Groningen met Martin Drent, Regilio Vrede, Landel en noem ze maar op. Weet je, maar ik moet zeggen, toen ben ik de binding een beetje kwijtgeraakt met de teams. En als ik zie wat ik... Als de binding nu... Dan hoor ik iedereen om me heen. Iedereen heeft momenteel een binding met dit elftal. Waarom? Allemaal Groningers. Zelfs de trainer is een Groninger. Iedereen... niet iedereen, maar... Een heel groot deel komt allemaal uit Groningen. Heeft wel iets moois ook op zich. Ja. Hoe mooi is dat? Dat is wel echt iets moois. Ja, is niks moois. Ik vind het vooral mooi dat Bakuna daar zo goed zit. Ja, maar die wil nog een stapje maken, hè? Dat begrijp ik. Ik zou het ook jammer vinden voor Groningen als hij weggaat. Maar ik vind Bakuna bij Groningen, het past zo prachtig. Duarte raken we kwijt waarschijnlijk. Die gaat een of andere club in Hongarije. Kijk,
Hongarije? Cycloot. Ja, dat was echt cycloot. Oké, nou ja. Ja, vind ik ook een hele aparte. Maar goed, weet je, ja, ik denk dat... ja, toch, weet je, Camille zei net, Groningen hoeft zich daarin misschien geen zorgen te maken. Dat denk jij. Ik denk dat Groningen, als ze leuk blijven spelen, zich juist zorgen moet maken. Je komt als promotieclub binnen. Als je dan opvalt, dan weet teams ook, daar kan enigszins goedkoop aan getrokken worden aan zulke spelers. Juist. Ja, dus, ik denk juist, ja, je raakt de spelers kwijt, dat zeker. Maar ik denk niet dat het spel van Groningen dusdanig hard wordt aangetast. Ik denk dat Lequien daar veel te een goede grip op heeft. Maar, hij is ook door de jaren heen bij FCM heeft hij ook meerdere spelers kwijtgeraakt. En nog steeds is het voetbal daar goed gebleven. En uiteindelijk, helaas, voor die, in zijn laatste wedstrijd dat hij gedegradeerd was, maar... Hij weet wel hoe hij een selectie op peil kan houden en hoe hij nieuwe spelers kan laten doorstromen naar het eerste en ze er goed bij kan houden. Eens. Zeker dat wel, maar weet je, het is sowieso, weet je, Groningen heeft wel heel goed gehandeld. Ik bedoel, het contract van Postma is verlengd, van Valens is verlengd, Schruiders is ook nog verlengd. Dat was een heel groot vraagteken in het begin. Sowieso een heel, en ik geloof Van Bergen ligt ook nog 2-3 jaar vast. Dus sowieso de vier, tenminste, wij noemen het hier in huis gewoon de vier. Van Bergen, Postma, Valens en Schreuders. Zolang niet meer blijven, dan zijn wij hier. Als ze op goede contracten vastzitten, dan zou je er wel over Groningen doen goed voor kunnen vangen, mochten de aanbiedingen maar komen. Ik ben wel voorzichtig, jongen. Ik zeg wel, kijk, we lopen nu, ik zeg het vanmiddag goed tegen mijn vriendin. Kijk, we lopen nu één grote polonaise. Hè. Het kan allemaal niet op. De laatste nederlaag van Groningen, ik kan het niet eens herinneren. Moet je nagaan. Dus het is nu allemaal... Eerst twee wedstrijden gewonnen. Hey, we worden kampioen. Nee. Maar nu... Ja, dat hoor ik al om me heen. We gaan Europees, jongens. Gaan niet doen. Niet doen. Dat gaan we niet doen. We gaan wel op een Europa League collectie. Nu komt de eerste test, hè. Aankomende zondag. AZ. Ja. Dit wordt echt de echte test. Ik ben heel benieuwd. Ja, AZ, dat wordt een interessante pot. Zeker, op papier. Moet ik nog even over nadenken straks, maar dat is gelukkig voor straks. Maar... Toch moet ik wel zeggen, kijk, jullie hebben deze wedstrijd ook wel... De één kans van hadden ze moeten afmaken. Dat was die 4-1 kans toen jullie met 4 spelers tegen die doelman Bergen. Ja, daarom zeg ik, Van Bergen, die hadden hem daar moeten maken. 100%. Maar dat weet dat zelf was, ook. Weet ja, oké. En dan hebben we natuurlijk nog... Drie punten, dus... Ja. Waarom? Hey, maar wel op het einde, dat gekke akkefietje. Ik bedoel, ja, Van de Venne poeierde een doelpuntje voor RKC binnen. Maar op het einde, die rode kaart. Wat gebeurde daar? Ja, het zag er echt uit als een heel klein tikje. En die fase die gaat direct ook liggen. Ja, zei die ook. Zei die ook achteraf, had ik niet moeten doen. En het is ook nog... Weet je wat lullig voor hem is? Het is ook nog zijn club. Weet je, die en waarom man, doet hij dat tegen RKC? Dat snap ik dan ook niet. Het is zijn club. Hij ademt RKC. Het is RKC. Die man heeft dan... Voor mij heeft hij gewoon RKC-logo hier bij zijn hart. En wat is dat dan voor actie? Ja, doe dat dan niet daar. Dat dacht ik ook, maat. Doe dat. Waarom doe je dat? Ik keek toevallig met mijn vader. Maar wij zijn direct al... Waarom doe je dit? Waarom ga je ineens zo liggen alsof je gewoon neer wordt geschoten of zo? Ik denk van, waarom? Het is ook nog je club. Er gebeurde niks. Eigenlijk. De laatste minuut of zo, dacht ik. Ja, nee, het was echt de laatste minuut gewoon. Ja. Echt de laatste minuut. De wedstrijd was al gespeeld, was al klaar, weet je. En dan vindt hij het ook nog gek, weet je, zijn zoontje. Want zijn vrouw en zoontje zitten daar nog, want ze hebben hier nog geen huis. Maar wat speelde daar überhaupt voor die tijd dan af? Want dat had ik even gemist. Opeens stond die Sabata en Vazen stonden tegenover elkaar. Had daar iets afgespeeld of zo? Het was achter doel. Het was gewoon een kleine woordwisseling, geloof ik. En je zag ook inderdaad die spits van RKC, dat is die nieuwe. Dat was wel een leuk spitsje trouwens. In elk geval, die maakt zo'n kopbeweging naar hem. Ja, in fase. Ja, je ziet wel dat hij hem raakt. Hij raakt hem niet heel licht, maar... Ah, kom op, man. Om zo naar... Hij zei het direct, hè, voor de camera. Had ik niet moeten doen. Nee, inderdaad. Nee, het was ook zwaar onnodig. Het is allemaal lekker makkelijk, hè? Ja, tuurlijk. Het is maat. Nou, hij is klas, tuurlijk. Weet je, helemaal ook nog tegen jou. Niet heel verstandig. Dus niet hij heeft ze wel een rode kaart aangenaaid. Wat ik dus zei als introotje. Die conclusie kunnen we dus wat trekken. Ja, maar goed, we gaan over mijn clubje, hè. Dus, maar het was gewoon aangenaaid. In elk geval, boys, ik kan gewoon zeggen... Ik ben gewoon de enige die hier weer gewonnen heeft van het weekend. Hey, ik heb ook gewoon gewonnen dit weekend, hoor. FC Mowgli heeft ook gewonnen. We hebben gewoon gewonnen, ja. Kijk eens, moet Mitch een keer vertellen over FC Jong Boek. Moet Mitch dat een keer doen? Nee, dat willen ze niet. Het komt er nu wel bijna altijd in afspraak. Nou ja, laten we doorgaan naar Almelo. Heracles PSV.
PSV pakt met moeite 3 punten. Ook al laat de uitslag wat anders zien. Ik vond het niet heel sterk van PSV. Defensief is PSV vind ik echt zo zwak. Ik kijk naar één man nu. Naar één man. Die zit daar in de Almere shirt. Ik had hem al verwacht. Zaterdag gaan we het even. Ik zit er gewoon weer bij, maar... Nee. Ik weet niet. Aanvallend zijn ze zo goed bezig. Zoals ook dat mooie schot van Veerman, dat hij er net in ging. Zonde, maar... Ja, wat dacht hij even? Die dacht ook, ik doe eens gek of zo vanaf die middenlijn. Ja, wat was dat? De keeper stond ook heel ver uit zijn doel. Echt maar alsnog om dat te gaan proberen, dan moet je ook wel ballen hebben. Als je maakt, dan is de goal gelijk al van het seizoen. Hè? En is klaar. Ja, maar... Dat ook wel. Maar als je 20 meter naschiet of wat dan ook, dan word je uitgelachen. Ja, maar ik weet niet. Aanvallend is PSV wel lekker. Maar ik vind het defensief echt niks. Wat vinden we van de overtreding van die Oppegaard? Oppegaard, dat is een speler die moet PSV meteen... Ik leg hem niet klaar. Ik leg hem niet klaar. Ik leg hem hier klaar. Oppegaard. Ja, de vorige keer compleet gefileerd met Johan Cruijffschoot. Ja, ik leg hem hier op een blaadje aan. Ja, daarom haal ik hem ook maar aan. Ik bedoel, dat herinner ik hem ook nog. Maar ja. Je moet soms niet te ver gaan, maar als je het nu zo brengt... Ja, Oppegaard opdonderen dan uiteindelijk. Sorry. Dit was de Manolev, joh. Ik voel het gewoon. Wat was die actie in het begin dat hij die penalty weggeeft? What the fuck? Stop bezopen. Holy shit. Ja, is dezelfde fout, hè, met die Johan Cruijffschaal. Is dezelfde fout. Die jongen wil veel te graag. Sorry, maar op dat moment had hij het IQ van mijn kamertemperatuur. Sorry. Lekker. Ja, goed. Ze gaat deze natuurlijk niet opstellen. Die zat op het bankie. Die heeft zijn laatste wedstrijdje denk ik wel ingemaakt. Die gaat naar Monaco toe. Dat die is al weg, hè? Ja. Die is al weg. Dus ze hadden, volgens mij hebben ze dan ook niet echt een andere optie daar toch op die rechtsback dan op elkaar. Nee. Dus er moet gewoon wat komen. Dus Blaze zijn vriend, die gaan we nog vaker zien. Wat leuk. Als daar niks gebeurt, dan zeker. Nu wordt er een even van de Gijf 6 maanden leert. Maar nu Blaze zal ik al van zeggen aan onze vriend Joey gecondoleerd. Nee, absoluut. Dit kan echt niet. Dus, nee, maar ja, weet je wat het is? Zet er een jeugdspeler neer. Zet er iemand van onder 18 neer, die gaat het beter doen. Ik zou bijna zeggen, zet er iemand van de F'jes neer, die kan nog intelligenter verdedigen dan Oppegaard. Uiteindelijk, ze maken hem gewoon zakelijk hoor. Gewoon 1-3, niks aan de hand. Maar goed, kijk, die wedstrijd had er heel anders uitgezien als die ene kans voor buitenspel voor rust niet was afgekeurd. Dan stond gewoon 2-0 voor Heracles. Ja, maar weet je wat dus, als dit uiteindelijk je laatste je laagste laag is, 1-3 winst, ga je gewoon huis. Je hebt gewoon je 3 punten binnen. Je doet wat je moet doen. Ja, maar het zegt ook wel wat als je als PSV zijnde kwakkel tegen een team als Heracles verdedigend, ook al sleep je punten binnen. Wat versta je onder kwakkelen? Ik bedoel, ja... Laat ik het zo stellen. Ze willen bij PSV natuurlijk wel ook ogen gaan gooien in de Champions League. Dan ga je met deze verdediging niet lukken. Nee, oké. Maar ik denk dat er veel... je kan niet iedereen aankaarten. Benitez, die had wel een paar hachelijke momentjes. En op elkaar was het natuurlijk heel slecht. Maar ik denk niet dat je dat kan aankaarten bij bijvoorbeeld Flamingo die er net zit. En ik denk zelf ook een beetje dat het natuurlijk, Heracles, dat liep natuurlijk al niet al te best. Het is een beetje hetzelfde gemakzucht als Ajax, zeg maar, denk ik ook een beetje, dat erin zit. Van, kom maar goed, het is Heracles, kom maar goed. En dan krijg je hem gauw tegen en dan is dan is dat omschakelmomentje, dat duurt dan altijd even. Weet je, merkt ook dat het gewoon wel even zijn tijd nodig had, voordat het echt goed omgeschakeld was. Ik denk in mijn idee, je kun je gewoon heel korte krachtig over zijn als die Pipo erachterin gewoon normaal had gedaan, had PSV hier gewoon met 2 vingers in de neus gewoon gewonnen, hoor. Dat denk ik ook. Ja, weet je, Heracles, ja, met alle respect, maar sorry, ik heb daar echt geen ogen pet van op, hoor. Dat is precies hetzelfde als met Almere en zo, daar moet ook nog wat bij, hoor. Ja, die fout van Oppegaard, als je die dit had gemaakt, hoort die fout. Dan komen ze nooit bij 0. Nooit. Daardoor heeft Heracles zoveel vertrouwen gekregen. Ja, joh. Kom op. Scoren was niet, dan tegen, maar nog steeds. Maar bij PSV... Het vertrouwen ze daarna kregen. Dus...
Ja, maar bij PSV is er ook nog heel wat geblesseerd qua verdedigers. Ja, ja, klopt. Nou. Maar dan nog, je moet wel praten over diepgang. En ze hebben geen diepgang in de selectie nu achterin. Maatje, ja, als dat allemaal weer komt. Als dat allemaal weer komt. Als PSV zich verdedigend weet te verstaan, maar dat is wel een als. Want Sepp van den Berg, dat gaat hem waarschijnlijk niet worden. Liverpool wil niet zakken in de vraagprijzen. En PSV vindt dat te duur, heb ik vandaag gehoord. Wat maar als ze op een manier weten te versterken, dan wordt PSV wel slapend kampioen, denk ik. Als ze een stabiele verdediging hebben. Ik denk dat ze op nu al worden. Ik denk dat ze zichzelf echt niet heel erg zorgen moeten maken. Ze hebben nog steeds, ze hebben Luc, ze hebben Bakayoko. Ja, hun aanval is zo insane. De Eredivisie. Ja, hun aanval is wel echt op middenveld. Til, Peerman. Ja, kan niet Feyenoord, gaan. Tegen Feyenoord en Johan Cruijffschaal was natuurlijk echt een clownfiesta, zeg maar. Incident. Dus... Ik denk dat ze dit seizoen alleen echt zorgen hoeven te maken van spelen tegen Feyenoord en misschien AZ en Twente. Nee, zeker niet tegen Ajax. Hou je mond. Ricky, gewoon even niet meer praten deze week. Gewoon even niet meer doen. Ik kan het soms gewoon niet laten. Rick, volgens mij stonden jullie vorig seizoen ergens nog een keertje laatste, dus... Dat is verleden tijd, daar hebben we het niet meer over. Kijk, er zijn maar een paar clubs die dit seizoen... uit moeten kijken voor Ajax, omdat zijn de amateurclubs in de beker. Auw. Auw. Dat zeg je ook dan nadat we vorig seizoen door een amateurclub eruit zijn geknikkerd. Gadverdamme, dat is echt dubbel pijn. Dubbel pijn. Oké, onze hoofdstad ligt te zakken als op dit moment. Holy moly. Nee, maar even om terug te komen op PSV. Ik denk dat ze echt geen zorgen hoeven te maken. Nee, met dat middenveld en aanval wat ze nu hebben, kan natuurlijk nog wel weggaan. Gaan we het ook nog over hebben. Maar die hoeven zich geen zorgen te maken. Ik denk zelf ook niet dat er heel veel mensen zijn die meer dan de laatste 16 verwachten voor de Champions League bij PSV. Ik denk dat het merendeel dat de laatste 16 verwacht. En alles wat daar bovenop komt is al wow, denk ik. Zakelijke overwinning vind ik wel prima. Hey? Precies. Helemaal niet meer gaan hetzelfde voor de volgende wedstrijd, Finals. Ja, jij had voorspeld, PEC gaat winnen daar. En in de eerste minuut dacht je nog misschien, ik kan gelijk krijgen na één minuut. Ja. En misschien bij het slotfase van die eerste helft ook nog wel. Ja, maar, ik werd ook compleet uitgelachen hier beneden, maar goed. Je doet wel eens een gok, hè. Maar goed, nee, kom op man. Feyenoord, goed systeem, even naar het oude slot. Het slottactiekje en hartstikke idee, je ziet het, hè. Loopt als een trein. Stanks na de transferverhalen, toch een goaltje voor hem. Dat is toch ook wel fijn. Sorry, als speler zijnde voor Stanks na de transferverhalen. Ja. Dat gaat niet door, hè? Voor hem vind ik wel mooi, ja. Ja. Gaat niet door. Nee. Die wedstrijd niet echt gezien eigenlijk. Dus, het enige wat je erover kan zeggen is, Feyenoord was aanvallend, was het wel sterk, maar PEC, het kon echt ook niet verdedigen. Ja, maar dat is een beetje hetzelfde verhaal als... Weet je, dat zijn al die clubs wel, weet je wel. Ja. Gooi het maar op een bult en zoek het maar uit, weet je? Ja, dat. Je hebt onderin de Eredivisie heb je nu eenmaal vrij veel clubs die allemaal even zijn. Precies. Kijk, als Feyenoord met 2-0 had gewonnen, hadden we ook gezegd... Prima, gedaan wat ze moesten doen. Nu scoren ze dan toevallig 5, maar... Ik zei ook vanmiddag, ik zou ook niet weten wat ik hierover moet zeggen. Ik bedoel, PSV zakelijk gewonnen. Feyenoord doet wat het moet doen. Dus hier hoef je niet lang over te hebben, van mijn idee. Ik zelf verbaas me dan nog wel dat Feyenoord opeens zoveel beter speelt met die 4-3-3. Ja, maar logisch toch? Ja, dat verbaast mij op zich wel. Misschien dat we ooit eens een Feyenoorder kunnen uitnodigen om die wedstrijden ook eens wat beter toe te lichten. Ik zou gewoon een voorstel. Iemand die schudt een beetje nee. Nee, ik zie het. Nee. Ik heb nog geen namen of zo, maar wie weet kunnen we dat ooit gewoon een keertje doen, zo tussendoor. Die het wat beter kunnen uitlichten als ons. Ik heb liever een Feyenoord erbij dan een NAC-fan. Ik ook. Ik vind die fan van Helmond Sport wel leuk. Ja, Stan, dat is Stan. Ja, maar die weet ik. Even een shout-out naar Stan, onze Helmond Sport. Nou, heel eerlijk, even tussendoor. Ik ga niet over Helmond Sport hebben, maar wel de eerste doelpunt in het nieuwe Cambuur Stadion, hè? Ik weet niet. Ja, Helmond! Dat was even treurig, hè? Ben je Cambuur, dan heb je splinter nieuw stadion. Scoorde Helmond Sport de eerste goal. Ja, je verliest je eerste wedstrijd. Maar ik...
Mag ik snel even aankaarten op de KKD, want... Oh. Holy shit, wat een kutstart voor Volendam. Dat staat laatste met 0 punten. Roda heeft 1 punt. En VVV heeft er ook maar 1. Hoe heeft Roda 1 punt? Wat hoor ik? Even kijken. Roda, die heeft gelijk gespeeld tegen Top Os. Natuurlijk die 6-1 nederlaag van Jong AZ. Maar gelijk tegen Top Os, wat nu derde staat... En wat staat eerste? FC Eindhoven. FC. De KKD is helemaal back, man. Zo. Oh, mijn maar wie is de vierde? Laat ik mijn namen over stil houden. Goed. Ricky, pak hem maar door. Wacht, ja. Voordat we verder gaan. Ik neem aan dat Den Bosch nog steeds ergens onderaan koekelt, wat mag hopen. Nee. Oh, maar goed. Ja, dan gaan we snel verder. We gaan ook door. We zijn alweer... al even bezig, dus we moeten het tempo even opkrikken. Ja, we gaan het heel graag hebben naar het Europa League fiascootje van Ajax tegen Panathinaikos. Die tweede wedstrijd liep tot een strafschoppenreeks. En dat duurde lang. Heel lang. Hoezo fiasco? Je ging door. Ik weet niet één hoor. Ding te zeggen. Ik heb één ding erover te zeggen. Hoe kan je als spits twee keer een penalty overschieten? Ja, dat is niet best. Die wou ik dus ook aanhalen, Brobby. En hij mist ook niet met een kleine marge. Nee, die gast die schiet ze het stadion uit. Die bal die zijn ze nog aan het zoeken. Echt. Gaat helemaal nergens over. Kijk, weet je nog wat Nederland toen deed op het WK... toen ze ineens Dikkes eraf haalden voor Krul? Ik denk dat Ajax dat altijd moet doen met Brobby eraf halen bij penalties. Sorry, maar ongelooflijk. Ja. Maar het is toch ook de zot voor woorden dat je 3-4 keer kan beslissen en het kan eindigen. En het gaat de hele tijd maar mis. En uiteindelijk worden er 34 penalties in totaal genomen of zo. Ja, ik vond het wel heel mooi, want hij had dus 2 nu tegen Panathinaikos zo erg gemist. Hij had er een keertje tegen PSV zo echt zwaar gemist. En eentje tegen Almere. Hmm. Ah, prachtig, man. Heerlijk. Ik snap niet hoe een spits zo ontiegelijk slecht kan zijn op penalties. Ja, het is bijzonder. Het is gewoon een vrije schietkans. Ik hoorde dus vandaag in een podcast... Brobby heeft op professionele carrière... dus ik weet niet of ze jong meetellen of ze... Ja. Van de 9 penalties, 5 gemist. Zo. Tellen ze mee. KKD tellen ze mee, maar... Nou, die kwam bij mij nooit weer op een stipje te staan, hoor. Hij heeft dus in zijn carrière tot nu toe 9 penalties genomen, 5 gemist, waarvan 2 dus in die Europa League. Die keeper er nog voor, maar... Even heel eerlijk, hè. Ik bedoel, Blade, even snel, hè. Hoe lang kijk jij voetbal? Waar wil je dat ik begin? Bij welke wedstrijd? Boeit. Gewoon hoeveel jaar? Laten we gewoon zeggen 20 jaar. 20 jaar, Rick? Wacht even, ik was even verzonken met mijn gedachten, pardon. 20 jaar, hoe lang kijk je voetbal? 20 jaar, 25 jaar? Echt goed kijkend, want dan reken ik mijn kinderjaren niet mee. Dan denk ik vanaf mijn 16e, wat serieuzer, misschien jonger. Dus dat is hoeveel jaar? Ik durf daar geen jaar aan te geven, man. Reken in ik is dat nou 20 jaar al? Ja, oké, doe maar gewoon 20, fuck it. Ja, kijk, weet je, ik ben hier natuurlijk wel een beetje de jongere, maar ja, als we een beetje serieus, echt serieus voetbal, een beetje 15 die kant. Dus ik kijk nu ook 20 jaar voetbal, ik heb nog nooit gezien dat een keeper daadwerkelijk een penalty moet nemen. Dat heb ik nog nooit gezien. Echt niet. Dat heb ik wel gezien, Nee. Ja, dat heb ik ook nog nooit gezien, nee. Nee. Ik moet heel eerlijk zeggen, wedstrijd was kloten, maar ik heb wel vermaakt met die penalties. Ja, en dan moet de volgende... Robby Traoré, die mogen zich echt de ogen uit de kop schamen, vind ik hoor. Ja, Robby sowieso, gewoon aanpakken, dat vind ik ook een schande. Die moet na iedere training nog even een uur penalties na de tijd gaan nemen. Ja, zou ik ook doen. Als ik die Farioli was, zou ik ook echt laten doen. Is dat dan druk of zo waar hij last van heeft? Dat moet wel, want ik hoor juist van onze teamgenoten dat hij tijdens de trainingen alles erin prikt. Maar even zonder grappen, het is een penalty, Hoe kan je dat... Op de trainingen, wanneer je de krekels buiten kan horen, ja, daar staat ook geen druk op. Maar een keeper een penalty stopt, is één ding, dat is niet goed van de nemer, maar goed, weet je, kan gebeuren. Naast, kan ik er ook nog iets in zien, maar over vind ik zo slecht. Ja, hij verliest gewoon zijn controle, denk ik, of zo. Maar die is ook echt op de tweede ring beland. Ja. Nee, sowieso. Dat was echt schrikbarend. Maar goed. En dan moeten ze... Volgende ronde moeten ze tegen... Ja, ik wilde wel proberen. Jagiellonia, weet ik veel wat. Ja, Jagiellonia heb je juist ook.
Ja, weet tegen ik wat voel... voor Slaoli? Sorry, tegen wie? Ja. Ja. Is, zo! Ja, nou zie je waar ik mee struggle met zo'n naam. Zo! Nee, maar Jagiellonia is wel een goede Poolse club. Ja, is een goede Poolse club. Heeft afgelopen jaren een goede opmars gemaakt. Is steeds steviger en sterker geworden binnen Pools voetbal. Dus, Die Oostbloklanden zijn eng om tegen te spelen, man, op Europees gebied. Ik weet niet. Het, ik ga heel eerlijk zijn. Ik denk dat je in Polen, er was maar één tegenstander die je minder graag had willen pakken in Europees verband. En die speelt niet eens in de topdivisie van Polen. Maar die zit wel in Europa. Aha. Nou ja, het wordt waarschijnlijk een staaltje betonvoetbal tegen betonvoetbal, die wedstrijd. Ik kijk er al naar uit, maar goed. Ik denk dat ik hem niet eens ga kijken, man. Echt niet. Dit wordt echt de highlight van het seizoen van Ajax. Ik denk het niet. Ik kijk er echt naar uit. Dit wordt echt een topwedstrijd, Rick. Hiervan ga je genieten. Ja, dat denk ik ook. Dat is het highlight van Ajax is dit seizoen. Gaan we het nog wel over hebben. Gaan we voor nu door naar transfertjes. Hebben jullie daar nog een beetje mee bezig gehouden? Hebben jullie nog wat gezien, gehoord? Sorry, nee. Ik heb geprobeerd dat van Almere te volgen, maar er gebeurt niks, dus nee. Ja, ik heb dus vandaag een beetje gegoogeld voor deze aflevering. Er kwam dus tegen Ajax en PSV. Hebben beide interesse in Kenny Tete. TT, moet ik het goed zeggen? Meld voetbaltransfers. Ja, hoe reliable, hoe betrouwbaar de bron is. I don't know. Ajax wil eerst Guy lozen, schijnt het. Maar ja, dat lukt nog niet echt. Hoe zou het toch komen? Ja. En dan schijnen ze dus een positief gesprek te hebben gevoerd met Kenny Tete. Ja, Ajax, die kennen hem natuurlijk al. Ik zou op zich, is het beter als wat we nu hebben? Beter als Guy? Ja, dat denk ik dan weer wel. Waarom knik jij? Nee. Ik denk dat je dat niet moet doen. Hij gaat het team niet redden. Hij gaat er niet voor zorgen dat het defensief beter gaat. Maar het is wel iemand met een Ajax verleden. Wie weet wil die inleveren. Ja, maar als hij wil inleveren op salaris. Dus je krimpt je salarishuis en je gaat er op papier op vooruit op je rechtsbackpositie. Waarom dan niet? Ja, maar omdat hij het erbij geeft. Je geeft meer uit. Want jij hebt die gast nog niet geloosd. Dat is waar. Guy moet eerst weg. Op het moment is er gewoon vrij weinig interesse om Ajax-spelers te kopen. Ja. Je kan echt 100% kan Ajax een betere rechtsback vinden bij Bodo Glimt, bij AIK, bij Panathinaikos. Overal kunnen ze betere rechtsback vinden dan Tete. Het is zo vaak dat je dat hoort bij Ajax, dat ze kijken naar oud Ajaxiden. Ja, dat mag wel iets meer losgelaten worden, dat vind ik ook wel. En dat er dan bij staat, ja, ook PSV aanst op de komst van de vleugelverdediger. Ik had dat nog niet eerder voorbij zien komen, dus ik denk dat we die ook wel met een korreltje zout kunnen nemen. Maar zou die daar kunnen bijpassen? Ik denk dat hij eerder bij PSV zou zitten en dat hij daar nog eerder een rotatiespeler gaat worden. Zo, maar dan krijg je bij PSV ook veel oud-Ajax-spelers en oud-Ajax-gelinkte dingetjes. Maar wat zegt een positief gesprek nou, joh? Dat is allemaal... Ik kan hier één op één met Mitchell een positief gesprek hebben. Ja, flikker op, man. Ja, maar heeft dat echt nul waarde. Maar ik bedoel, je hebt die Dest ook nog, hè? Heb je er ook nog in Eindhoven zitten, ook nog? Ja, die speelt dan op links. Oh, die speelt weer op links. Oh, hij was toch rechts, die gozer? Links. Die links, Dest? Linksback. Oh, oké. Okay. Ik dacht dat hij rechts speelde, maar... Ja, nee. Hij kan beide, maar hij speelt die links. Iemand die wel binnen is en ook geland is in Amsterdam, is wel Rugani. De wie? Die Rugani, overgekomen van Juventus. Die is dat hebben we letterlijk vorige week besproken. Ja, klopt, maar... Letterlijk nog dit weekend. Hij is nou vandaag in Amsterdam terechtgekomen op Schiphol, naar het stadion gegaan, medische keuring en contract ondertekend volgens voetbalprimeur. Dat hij is al gesproken op de toekomst, heb ik ook al gezien. Daarom, dus nu kun je echt zeggen, het is nu wel echt zeker. Ja, hij kan Ajax ook redden. Nee. Prima signing. Prima. Ik denk voor in de breedte prima voor nu. Want ja, je hebt nou centrum worden dan vooral Baas en Soetalo gebruikt. Ik denk dat Rugani op de plek van Baas komt. Dus krijg je het centrum Rugani, Soetalo, Hato linksback. Rechtsback dan Rens en Kai. Dat gaat het echt niet fixen. Nee, oké. Okay. Maar het is, weet je wat het is? Het is een goede verdediger voor huur. Dus kost je vrij weinig. Ja, ik zie geen probleem.
Er moet echt meer bij dan dat voor Ajax om, om daadwerkelijk wat, wat interessants te vertonen op het veld. Ja, goed, maar ja, weet je, misschien, ja, maar dat roepen misschien, we wel misschien weken, met Bulgari speel je 1-1 tegen NAC, dat scheelt wel. Maar jij hebt Juventus wel in het verleden gekeken, Mitch. Heb je Rugani ook echt zien spelen toen die tijd? Was het een basiskracht? Ja, ja. Nou, ja, Rugani. Het is een beetje up and downs met hem geweest. Hmm. Moest het nieuwe talentje worden ooit een keer in het ver verleden. Maar is het net niet helemaal geworden. Net niet helemaal. En nu zo ja, voor Nederlandse begrip is hij solide, denk ik. Ja, ik ben nieuwsgierig. Dat dan weer wel. De toekomst zal weten. Gaan we naar Rotterdam. Feyenoord heeft een eerste bod ontvangen op Jiménez. 25 miljoen euro. Nottingham Forest. De topspits van Feyenoord. Werd nou, het altijd dit hing in de lucht. Dit hing nou echt in de lucht. Feyenoord supporters hebben ook altijd geroemd voor seizoen als wereldspits en noem maar op. En dan is het bod van Nottingham Forest. Dat vind ik dan qua club toch wel dat ik denk van... Nee. Nee, niet. Ja. Nou, sorry hoor, maar het is Nottingham is Premier League toch? Mijn ja, oké. Okay. Oké, okay, maar om naar nou elke Premier League club te gaan zien... Is Prem. Ja, maat, ik weet niet hoor, maar ik ja... Ik Nottingham Forest zou dan toch wel... Ja, ik snap competitie gezien, maar grote kans dat je daar ook weer gauw degradeert met Nottingham. Ja, precies. Ja, er is echt een 50% kans dat je volgend jaar... Ja, dus moet je dat willen als speler bij een titelkandidaat in de Eredivisie naar een degradatiekandidaat van de Premier League? Middenmoot zou ik snappen. Als ik dan is het toch denk ik wel echt alleen financieel inderdaad, toch? Je gaat er niet heen om prijzen te winnen. Nee. Hij gaat er een jaartje naartoe om te voetballen bij Nottingham. Maar dan degraderen ze. En dan vanwege die uitkoopclausule en die degradatieclausule dondert hij weer op naar een ander land. Weet je waar ik altijd... ga dan lekker naar Saudi-Arabië. Ga daar lekker geld verdienen. Ja, maar weet je waar ik altijd zo benauwd voor ben? Ook weer zo'n Jiménez, weet je? Die Pavlidis, die heeft nou leuk. Echt gewoon echt zijn kopje gewoon eens een keer gebruikt. Die heeft gewoon Benfica eens een keer gebruikt. Benfica is ook echt een ideale stap, precies. Denk ik wel. Ja. Qua precies. Niveau van kijk, club, die wil niet op competitie. De bank zitten bij Chelsea. Die wil niet op de bank zitten. Nee. Je had gewoon eens gezegd, weet je wat? Ik wil spelen, man. En wat ga je dan doen? Ga lekker naar Portugal. Dan moet toch geen minister. Die moet nou ook eens even zijn kopje gaan gebruiken. Moet jij eens even luisteren. Nottingham Forest. Ga ik spelen? Ja. Ja, maar Jeff, heb je vorig jaar ook niet bepaald het idee gehad dat Pavlidis veel kalmer was en beter nadacht over wat hij het seizoen wou doen. En Jiménez, zijn mentaliteit tijdens die periode dat hij bijna niet scoorde, compleet inzakte. Ja, ik weet waar je heen wil, dat weet ik. Maar ik had vorig seizoen had ik ook ergens wel het idee soms wel van dat Jiménez wel de betere spits was. Maar dat denk ik echt nu niet meer. Ook nu ik terugkijk, Pavlidis is beter, die is slimmer, die denkt na, die weet wat hij wil doen. Die gaat naar Benfica. Bij Benfica heb je altijd wel spelers die... En als ze een goed jaar hebben, of twee goede seizoenen, dan kunnen ze daar de wereld op. Dat kan met Pavlidis kan het best gebeuren. Jiménez, nee. Dat zie ik echt niet gebeuren. Nee, dat is niet niveau... Bij Nottingham zie ik dat sowieso niet gebeuren, dat Jiménez nog daar... Dat is toch geen een club voor een tussenstap? Dat wordt eerder iets... dat zou eerder een verhaal worden zoals Haller toen had bij West Ham. Ja, precies. Nou ja, dat... Ja, een goede spits... Maar niet voor dat niveau en niet voor die club. Nee. Je hebt voor 25 miljoen gekocht en vervolgens... Ik hoop gewoon echt, want het is echt... Daar kunnen we allemaal wel over eens. Het is echt een leuke spits. Maar ook weer zo een van... Oké, weet je, dit kan ook weer zo een worden. Die kiest er inderdaad, net wat jij zegt, Camille. Die kiest dan voor een Everton. Inderdaad, mijn West Ham of zo. En dat valt er weer door de mand. En dat zie je dan weer een paar jaar terug bij de Tobbles of zo, weet je. Dat zou toch zo jammer zijn, hè? Het is echt een leuk spitsje, hoor. Hey. Zou hij geen spijt verkeerde. Hebben dat hij vorig seizoen rond de winterstop... dat hij toen geen transfer had afgedwongen bij Feyenoord? Toen werd hij gelinkt aan onder andere clubs als Atletico Madrid en zo. Dat is wel andere koek als Nottingham Forest. Kijk, ik pak het er even snel bij als vergelijking. Maar een andere topspits die we hadden binnen de landsgrenzen... die uiteindelijk ook best wel doorzakte, Ola Toivonen. Zo was het al geleden. Dat was een hele goede spits bij PSV. Moeten we het allemaal over eens zijn. Was misschien een landbal. Was misschien een klootzak. Maar Mark van Bommeltje, hoor. Maar die was toen van PSV. Ik kijk even. Die was naar Staatren gegaan. Een half jaar op huur bij Sunderland. Waar die ook maar één keer scoorde. Daar ga je, Toulouse.
En dan ja, maar... Australië en Zweden. Dat zijn nog niet eens. Ja, maar je gaat bij een team als Nottingham, ga je toch ook niet veel kansen krijgen als spits in de aanval? Je rent meer achter de verdediging aan. Je kan beter als een verdediger naartoe gaan, dan dat je gaat zeggen van, ik ga als spits ga ik naar Nottingham en zeggen van, ik hou ze in de prem. Wat gaat die gebeuren? Nee, dat gaat niet worden. Als je dan zegt, hè, dit seizoen of vorig seizoen, dan kan je beter dit seizoen naar Nottingham Forest gaan dan vorig seizoen naar Atletico Madrid. Nou, dat misschien wel, want, ja. Want bij Nottingham Forest gaat hij tenminste nog voetballen. Dat doen we dan. Bij Atletico krijgt hij twee bekerwedstrijden, als hij geluk heeft. Lekker match. Ja, weet je, ik denk dat hij lekker naar Middenmoot Italië moet gaan. En daar hebben wij elkaar. Middenmoot Duitsland. Ja, dan zeg ik koppie gebruiken. Koppie gebruiken. Niet allemaal voor het geld. Kies nou eens gewoon eens een keer de logische wat die Pavlidis nou gedaan heeft. Ja, neem daar nou eens een voorbeeld aan. Ik vind dat nog een hele conversatieve stap. Ja, om naar Portugal te gaan. Ja, ik ook. Ik zie dat ook niet als een nieuwe stap. Nee? Ik zou zeggen, dat is eigenlijk gewoon gelijk houden. Het verschil is naar mijn mening niet heel groot als Nederland-Portugal op het moment. Nee, vind ik ook niet. Maar het is wel een beetje, weet je, natuurlijk, AZ Benfica, het is wel een stapje omhoog. Zo moet je het gewoon gaan doen. Kan ik het aan, kan ik het niet aan, weet je? Maar heel veel gasten die kiezen zoveel voor het geld. Ik zie onze vriend, of zie Rick zijn vriend, die van de Beek. Donnie. Dat zou wel het zal end worden. Zoveel bombari, de nieuwe Snijder, de nieuwe Van der Vaart. Nou, noem het allemaal op. Wat wilt u nu? Dat spelers tegenwoordig een foute stap maken. Want dan denken ze aan de naam van de club waar ze naartoe gaan. Dan krijgen ze grootheidswaarde in Nederland. En dan komen ze bij een topploeg. En dan zakt het in elkaar en zijn ze verbaasd erover. En dan draait hij weer af naar Nederland. Dat sluit hij naadloos op aan. Ik hoorde die Bakayoko praten. Bij Heracles. Ja. Voor minder dan de top van de Premier League doe ik het niet. Ja, dan denk ik, maat. Maat, even serieus. Je kan ze allemaal vertellen. De allerlaatste Nederlandse spelers die allemaal naar de Premier League gegaan zijn, allemaal... Maar ik denk mis. Gakpo is de enige die het nog leuk heeft gedaan in zijn eerste seizoen. Precies. Maar dat was ook al niet heel bijzonder, hè? Laten we daar Ik denk, wat hoor ik? Ik denk, een Bakayoko, maat. Je hebt net de grootste moeite gehad met de linksback van Heracles. Ah, Daily wat zeg Blind deed het oké-ish, volgens mij, bij United. Daily Blind was... het was niet speciaal, maar het is niet dat hij per se verzoopt. Met alle respect. Hij kwam natuurlijk ook in een United-team binnen, wat om te janken was. Onder Louis van Gaal. En Phil Jones. Depay, Fellaini... En Phil Jones. Ja, dat was wel een heel ander United natuurlijk. Ja, sorry. Stel hè, Daley Blind zou op zijn kunnen doen wat hij toen was. Nu de Premier League gaan of zei hij ook? Ja. Misschien wel. Maar Jeff, wat jij zegt, zou je zeggen dat Bakayoko wel de beste speler van de Eredivisie is dan? Nee. Wie dan? Op dit moment? Ja. Mening hè, mening. Ja, gewoon... Beste speler van de Eredivisie. Op dit moment de beste Ik vind beste speler vind ik wel lastig. Want ik kan nooit een centrum... We hebben twee competitieduels gehad, vriend. Nee, maar je kan daarbij ook wel meenemen. Ik begrijp bij die een wel. Het is geen slecht speler, maar ik hoor hem dan voor die camera. Ja, en voor minder dan... Ja, maar maat, ga jij in Saka eruit spelen bij Arsenal dan? Nooit. Dat gaat nooit gebeuren, gast. Nooit. Nee, maar die spelers, ik denk ook door die zaakwaarnemers en zo, die worden zo in hun hoofd gepraat. Ik denk dat je zo wel moet denken als voetballer zijn. Want weet je, als jij niet denkt dat jij de top niet kan behalen, dan speel je ook nooit naar je top. Snap je? De uitspraak zelf, ik weet niet, zit daar dan nog een stukje adrenaline van die wedstrijd bij, waardoor je zoiets zegt of zo? Wat ik wel heel irritant vind, is Bakayoko, die laat individueel, laat hij wel vaak hele mooie dingen zien. Mm-hmm. Oh, maar zeker. Daar zeg ik niks over. Er zijn momenten waarop hij makkelijk de bal kunnen afleggen. En dan gaat hij zelf voor doel. Kijk. Maar sorry, in de individueel heb ik echt niks aan. Nee, dat. Het moet in de Premier League trappen ze zijn. Af. Like,
Ja, dat. Je moet vroeger voor de team bankie. Spelen. Is het gewoon bankie, weet je? En daar ben ik gewoon doodsbenauwd voor. Voor zo'n speler als hem. Ze snijden je twee keer door midden. Je hebt een blessure van 3 maanden in je broek. En je zit op de bank voor de rest. Want dat is over met de pret. Ik bedoel, we hebben gewoon, als het ware, in Nederland hebben we een kerkhof aan spelers die gewoon denken van, ik ben hier te goed. En je ziet ze uiteindelijk zie je ze weer opduiken bij een RKC, bij een topos. Kom op, hoe vaak hebben we dat gezien? Dat gewoon, genoeg. Die is ziek goed. Die gaan het maken in het buitenland. En uiteindelijk zie je ze, nou, we hebben net een paar voorbeelden gehoord. Dan zie je ze gewoon weer meetrainen met de topos, met de Telstar. Ja, kom op. Maar er is geen die het doet. Er is geen zonde, man. Dat is een speler zelf, natuurlijk, maar ik denk van, wees zo'n Bakayoko ook, ik denk, vriend, dit, denk even na, denk wat even kalm, weet je, en ga even alle opties bij langs. Maar zo'n Bakayoko, nou, weet je, het is geen man, natuurlijk, het is een hele leuke speler. Ik bedoel, die bal van Joey Veerman, die wereldbal naar hem, hij neemt hem in één keer aan, schiet hem in de lange hoek, fantastisch. Kun je niks van zeggen, maar ik ben zo bang, dat het, ook met die Gimenez, dat ze allemaal van die verkeerde keuzes gaan maken, man. Nou, dat is allemaal weer. Ik vind Eredivisie spelers, zeg ik altijd, duik nou een beetje middenmoot, hoge middenmoot Duitsland in. Ja, dat! Ga naar een Gladbach, ga naar een Wolfsburg, ga naar een Freiburg. Ga naar Stuttgart, Leverkusen. Ja, Leverkusen is dan toevallig kampioen geworden vorig seizoen. Maar ga gewoon naar een willekeurige ploeg die in Duitsland misschien 12e is geworden. Ja, of middenmoot Italië, Spanje. Italië, heb ik net gezegd, volgens mij, dat is ook een goede stap, maar is voor een Eredivisie-speler zo vaak een iets lastigere stap om te maken, omdat het spel daar zo ontiegelijk veel anders is. Ja, La Liga, het is wat fysieker. La Liga is te technisch, en Premier League heeft hetzelfde probleem als Italië. Ga dan lekker Duitsland in, joh. Ja, maar Premier League is ook gewoon de hoogste. Dat is het hoogste van de wereld. Is dat? Nee. Qua moeilijkheid voor speler, denk ik wel. Met het schema, al die bekertoernooien, qua intensiteit. Je speelt gewoon 65 wedstrijden, hè? Ja. Makkelijk. Ja, maar ik vind het kwaliteit gezien niet de top. Nee, maar de Premier League vergt het meest van een speler, denk ik. La Liga is voor jou de top. La Liga daar ben ik het ook niet helemaal eens. Dat gaat de komende 5 à 10 jaar gedomineerd worden door Real Madrid met die voorhoede van Mbappé, Vinicius en... Maar ik vind alle spelers in het algemeen, vind ik het technisch in La Liga wel het beste van in ieder geval van de wereld. Ja. Ja, sorry. En de Premier League heeft ook spelers zitten. De Premier League heeft ook het probleem met het geld. Je hebt altijd 3 ploegen die degraderen. En waar je nu naartoe gaat, is je gaat waarschijnlijk naar een situatie waarin elk jaar de 3 championship ploegen die zijn gepromoveerd meteen weer gaan degraderen. Ja, dat ga je alleen maar hebben. Even anders, hè. Hoe kan je Premier League de top noemen terwijl het gedomineerd wordt door Manchester City de afgelopen x jaar? Ook. Fair enough. Dan is Serie A de top. Chelsea dat meteen inkakt. Want ik bedoel, de Bundesliga is de afgelopen 100 jaar gedomineerd door Bayern, vorig jaar. Maar goed, Serie A de top in dat geval? Nou, dat vind ik ook niet. Zeker niet. Ik hou persoonlijk van Serie A voetbal, maar het is echt duidelijk niet beste voetbal. Holy moly, man. Er is soms moeilijk door een onderwerp heen te prikken hier. Ik probeer al zo lang een switch te maken, hè? Maar ik kom er niet tussen. Fucking hell. Oké, boys, we moeten echt gang gaan maken. Gaan we door. Goed. In ieder geval, Jeff, bedankt dat je Bakayoko aansneed. Hoef ik dat in ieder geval niet te doen. Dat scheelt mij nu. Ik denk dat we daarmee wel even de transfers kunnen afsluiten voor nu. Gaan we gewoon door naar het mooie voorspellen van de week. En dan gaan we gewoon weer eerst even kijken naar de tussenstand. Waarin eigenlijk niks is veranderd. Ik heb nog steeds de leiding. Ik heb dit keer 2 wedstrijden gehad die ik als enige goed had. Hey, weer schouderklopje voor mezelf. Doe ik gewoon. En Jeff had ook een wedstrijd als enige goed. Hij had als enige Willem 2 Go Ahead goed. En ik had Fortuna Almere. Als enige goed. Ik vind het zo apart dat jij... Dat ik bovenaan sta. Had je gezegd? Ja, je had gelijk. Godver, waarom gun ik Almere ook niet zo? Ja, dat doe ik ook niet meer. Ik gun ook helemaal niks meer. Goed, wat betreft het is dat ik sta op 13 punten. Camille en Jeff staan beide op 8 punten. En Mitch staat onderaan met 6 punten. Ik ben... even Mitch heb ik even momenteel verlaten. Nu sta ik gelijk met Blade.
Ja, en dan volgende, inderdaad. Ik kom er weer aan rustig aan. Hoor. Ja, dat wist ik. En weet je wat het is? Ajax is nu uitgesteld, dus die kan ik gewoon dit keer kunnen draaien. Ja, daarmee zijn we het voor elkaar. Dan had ik eigenlijk misschien vooropname moeten aansnijden. Wat gaan we met die wedstrijden doen? Ajax, Fortuna en Twente Heerenveen voor nu weglaten? Gewoon wanneer ze gespeeld worden. Dan ik heb nog niet eens opgezocht wanneer ze gespeeld gaan worden namelijk. Dus dat is meer een probleem. Die kunnen dan weg. Ja, maar die als het over twee weken is, slaat het nergens op om nu te gaan voorspellen bijvoorbeeld. Nee, die doen we gewoon in de week wanneer ze van toepassing zijn. Oké, doen we dat. Nou, gaan we gewoon bij het begin beginnen, boys. En ik heb bovenaan staan NEC tegen PEC. NEC tegen PEC. Leuk rijmpie. NEC-ie PEC. Ja, NEC PEC. En ik ga hem geven aan NEC. NEC. Ik ook. Oh, ik hoef niet op te schrijven, joh. Hoef niet eens. Ik stream niet. Gelijk. Kamiel zegt gelijk. Ja, ik zit daar dus tussen te twijfelen. Dus ik ga heel snel een klein stukje onderzoek doen. Heel veel avonturen. Ja, het is bijna niet denderend, zo te zien. Ik dacht misschien heeft NEC of NEC of PEC nog eentje gewonnen of gelijk gespeeld. Maar dat is ook niet gedaan. Nou, ik geef hem een NEC. Ik denk dat die willen wel een wedstrijdje winnen, denk ik. En die hebben een beter doelsaldo, dus daar ga ik nu op uit vanuit. Dus ik zeg NEC. Weten we dat ook. Dan hebben we Almere PSV. Ik denk dat deze unaniem gaat worden. PSV, moeten we hier over hebben? Ja, gewoon PSV voor ons allemaal op. Ik ga voor deze mijn wildcard echt niet inzetten. Rot op. Dat doe je alleen maar Ajax of zo. Voor deze ga ik het echt niet doen. Sorry. Ik had het mooi gevonden. Maar goed, dan wordt het unaniem iedereen PSV. Dat vullen we dat in. Reken er maar bij iedereen alvast een puntje bij. Ja, inderdaad. Dan de volgende NAC Utrecht. Ga ik hem aan Ron Jans en Utrecht geven. Daar hoefde ik ook niet over na te denken. Ik bedoel, Ajax heeft geklungeld. Voor de rest heb ik NAC nog steeds niet hoog zitten. Ik ga hem Utrecht geven. Boys. Ja, weet je. Ik heb nu wel een beetje gezien wat het NAC-stadion kan doen. Ach, hou op. Nee, even de baal. Kijk, ja? Vorige week ben ik belachelijk gemaakt. Zal ik gelijk doen? Vorige week werd ik belachelijk gemaakt, maar nu spelen ze tegen een... capabele ploeg, eindelijk. Dus dan kan het niet anders zijn dat Utrecht is natuurlijk, hè. Ja, echt. Die hoofdstad is bij jou echt 100 keer geflamed vandaag. Nee, goed. Utrecht, klaar. Utrecht, oké. Nou, Groningen, AZ. Ja? Ik kijk hier de hele dag naar Groningen. Wat denkt de Groningse supporter? Ik kijk hier de hele dag. Deze wedstrijd gaat de hele... Ik heb wel mijn hoofd zitten wat ik ga geven. Ik weet ook wat ik ga doen, maar ik wist dat Jeff horen. Ik wist gewoon dat dit moment eraan kwam. Ik moet het nu gaan zeggen. Gaan we nu eindelijk weer eens verliezen? Nou, eindelijk. Niet eindelijk, maar ik hoop dat we alles... ik hoop dat we alles winnen. Natuurlijk, hallo, FC Verlaag. Ga je nu verliezen? Ik denk dat een beetje jou speelt. Hè? Gelijk verlies. Stiekem. Ben je... Winst gaat ook nog wel door mijn kop. Dus weet je wat, ja. Boys, als het duurt veel lang. Zeg jullie maar. Ik wil best als eerste als het niet anders is, hoor. Maar doe maar even. Hij moet toch een keer gokken. Ik wou hem op gelijk zetten. Gelijk? Ja, ik gun jullie een puntje. Nee, man. Ik denk dat dit de eerste competitie nederlaag sinds 2 februari 2024 tegen Dordrecht wordt. Dat was de laatste? In competitie, want dan heb je natuurlijk de beker tegen Groningen. Of tegen Feyenoord, maar... Moet je nagaan, man. We leven zo in één grote groen-witte walm hier, weet je? Ja, toen verloren jullie van een club met rood en wit. Ga je niet meer doen. Mitch. Ah, Jeff, wat ga je ervan maken? Ik wil eens Mitch wel echt aan Jeff, gewoon. Ja, ik ga namelijk mijn wildkaartje inzetten. Rot op! Ik ga zeggen dat Groningen wint van AZ. Ik zeg Groningen. Het zou wat zijn. Ik ga hem inzetten. Je hebt dan verwacht ik wel een Groningen shirtje richting mijn huis. Als dat Ja, is goed. Ja, is goed. Ik zet hem op Groningen. Je hebt AZ gezien, man. Die Mijnans, jongen. Oh, hou die ook in de gaten. Nummer 10 van AZ. Ik heb net even een keertje bij AZ.
Het is gewoon, het is niet overtuigend. Ga ik met Mitch mee? Ga ik met Mitch? Ja, het echt om mijn hoofd. Gaat deze Groningen supporter een verlies voorspellen voor zijn eigen club? Deze aflevering duurt veel te lang. 3, 2, 1. Groningen. Groningen, ja, oké. Okay. Kijk. Het is mijn club, man. Kom op. Okay. Het is mijn club. Nou, gaan we gauw door. Heracles Willem 2. En deze weet ik eigenlijk gewoon even niet zo 1, 2, 3 wat ik hierbij wil. Ik zit weer aan een gelijk spelletje te denken. Maar... Willem 2, denk ik. Willem 2. Gewoon zakelijk gewonnen, hè? Dus ik zeg ook Willem 2. Dan ga ik als enige even voor gelijkspel. Ik ga voor gelijkspelletje. De Go Eagles niet? In ieder geval. Ik had niet verwacht. Oh, ik wel. Ja, ik wel. Nou, en dan hebben we de Rotterdamse derby. Sparta tegen Feyenoord. Ja, nou, ja Feyenoord. Feyenoord denk ik ook, inderdaad. En dan hebben we als laatste Go Ahead Eagles tegen RKC. En vind ik ook weer zo'n... Rick, ga maar. Wat zegt hij? Ik ga voor RKC. Je gaat voor RKC? Ik wou niet weer gelijk, namelijk. Ik, en... ik ga maar even voorsorteren. Ik ga daarin mee. Nee. Gaat... Oh, voor RKC? Voor RKC? Dus die zijn niet goed. Ik zeg dat puur en alleen op Van der Venne. Ik denk dat Richard Van der Venne iets gaat koken. Maar die had ik even serieus niet aanzien komen. Maat, ze missen die nummer 9, hè? Ik bedoel, dat weet ik. Dat weet ik. Wat die niet... Kak, ik heb die rode kaart even niet... ik heb die rode kaart even niet meer in gedachten genomen. Die kan ook weggewaaid worden natuurlijk. Nee, dat eigenlijk geen... Van de Venne. Dat zeg ik. Van de Venne. Maat, hij loopt die rode kaart, die kunnen ze nog uithalen. Hij schoot hem er heel goed in. Dan kan je veel over zeggen. Ah, ik laat hem ook staan op RKC. Ik wil niet weer naar gelijk wijzigen. Ik had niet verwacht dat jullie RKC twee keer zouden zeggen. Dat had ik echt niet verwacht. Nee, ik ook niet. Dat zou ik echt niet aankomen. Moet je een beetje gek doen. Nou, weet je, Mitch, dat gaan wij ook gek doen. Dan gaan wij voor het shirt met de mooiste kleuren, rood-geel. Dan gaan wij voor Go Eagles. Precies, maar ik... Ja, oké, die tweede Eagles en Camille en ik RKC. Geloof me nou, leuk. Je zit er volgende leuk. Week twee met twee grote grijns, hè? Of wij of hun. Ja, jongens, dit gaat echt de meest bloedeloze 0-0 worden van ons hele leven. Ja, dat zou mooi zijn. Ik denk dat er volgende week wat dingetjes kunnen veranderen in die tussenstand van het voorspellen. Het wordt een interessant weekje. Ik moet een beetje aan de bak, weet je. Ik moet de uniekere wel gaan gooien. Ik sta volgende week echt zwaar onderaan, hè. Ga echt heel grappig zijn. Weet je wat het is? Als ik aan het einde van het seizoen somehow niet laatste sta, dan is het echt grappig. Want ik kijk het echt niet, dus. Een grote wildcard, dus... Ja, ik kan nog net snappen, hè, dat PSV wint van meer. Zo ver is ik nou nog net wel, hè, dan, maar... Ja, kijk, weet je, het is zulke wedstrijd als Go Ahead, RKC, ja... Ik kijk op de laatste stand en... Ik zeg het altijd, voorspellen, het is en blijft toch gewoon. Die middenbouw is zo lastig te voorspellen. In voetbal is het uiteindelijk altijd toch een soort van 50-50. Dus dat is ook weer het mooie aan voetbal. Nou goed, één ding... Eén ding is zeker... We hebben de kijkers wel verwend, al. Eerlijk? Ja, dit is een lange aflevering geworden. Daarom ga ik jullie nu bij deze weer bedanken voor de medewerking, heren. Het was hartstikke gezellig. Aan alle kijkers, bedankt voor het luisteren en kijken. Het is beide hier op YouTube. Ik ga nog een keer inkijken voor Spotify. En dan hoop ik jullie daar een keertje snel een update over te geven. Maar voor nu, bedankt voor de aandacht. Bedankt voor jullie tijd. En tot volgende week. Ciao. Volgende week. Bye bye.